Spiegelbeelden. Hier zie je een meisje voor de spiegel en wat opvalt is dat het spiegelbeeld even ver achter de spiegel is als dat het ervoor staat. Dus als dit 20 cm is, het oog tot de spiegel, dan is het beeldpunt ook 20 cm achter de spiegel. Nou, verder, als je ambulance hebt en je wilt het spiegelen het woord, kun je het omklappen zodat links en rechts verwisseld wordt. En dat zie je hier geschreven. Eigenlijk wisselt de spiegel niet links en rechts om, maar doe jij dat omdat je je omdraait als je in de spiegel gaat kijken. Nou, hier zie je de letter B, moet je hem spiegelen. Kun je kijken wat er gebeurt, je klapt hem om. Hier komt het beeld van L1, hier het beeld van L3 en hier van L2. En dan heb je de letter gespiegeld als volgt. Staat de spiegel haaks op de kaart, zoals hier, dan wordt boven en onder gespiegeld en niet links en rechts. De spiegelwet, die luidt de hoek van inval is de hoek van terugkaatsing, komt er eigenlijk op neer als ik jou zie in de spiegel, dan zie je mij ook. Nou, wat zien we hier? We zien een lichtstraal, die komt invallen. En wat er dan gebeurt is dat die onder eenzelfde hoek terugkaatst. Hier zie je dat normaal, dat is een denkbeeldige stippenlijn loodrecht op de spiegel. Dat is de normaal. En dan is er een hoek van inval tussen de normaal en de invallende lichtstraal. En de hoek van terugkaatsing, die zit tussen de normaal en de teruggekaatste lichtstraal, die is even groot. Dan zeg je ook wel de hoek van inval is de hoek van terugkaatsing. Nou, hoe moet je nou tekenen? Hoe leg je de geodriehoek neer? Als dit de spiegel is en daar komt een lichtstraal invallen, dan teken je loodrecht op de spiegel de normaal. De hoek van inval kun je aflezen, die is 20 graden tussen de normaal en de invallende lichtstraal. En dan teken je ook onder 20 graden terug, dus je zet bij 20 graden een stip. En dan heb je de hoek van inval is hoek van terugkaatsing volgens de spiegelwet. Spiegelen uit het beeldpunt. Nou, hier heb je Rick en een bal en nu komt Connie naast Rick staan. En als je dan wilt tekenen hoe Connie de bal ziet, kan het niet zomaar met de spiegelwet, want je weet niet waar de normaal getekend moet worden. Maar het spiegelbeeld van de bal zit even verder achter als de bal ervoor zit. Dus deze afstand is gelijk aan deze afstand. Dat is het beeld van de bal. Connie denkt dat het de bal hier is. Dus deze lijn kun je tekenen. Achter de spiegel stippel je hem, want er gaat geen echt licht. En als je deze lichtstraal hebt met een pijltje naar het oog toe, kun je de lichtstraal van de bal naar hier tekenen. En zou je nou de normaal tekenen, dan klopt de spiegelwet. Hoek van inval is hoek van terugkaatsing. Naar de dode hoek. Dat is de gevaarlijke plek bij de vrachtauto, waar de chauffeur je niet ziet. Hier heb je een plek waar die jou kan zien. Rechtstreeks, zeg maar. Hier kan die via de achteruitkijkspiegel zien. Maar hier is de dode hoek. Daar kan die jou dus niet zien. Zie je zijn ogen niet, dan ziet hij jou ook niet, zeg maar. Hierachter is het uiteraard ook erg gevaarlijk. Gezichtsveld van een vlakke spiegel. Als je wilt tekenen wat je kunt zien in een vlakke spiegel, dan teken je een lichtstraal naar de buitenkant van de spiegel en nog eentje. De pijltjes naar het oog toe. Je kunt er normaal tekenen, die stippel je. En dan volgens de spiegelwet kun je de hoek van inval en de hoek van terugkaatsing even groot tekenen. En dan heb je het gezichtsveld van de spiegel. Nou, bij een bolle spiegel zou je eigenlijk een raaklijn moeten gaan tekenen hier. Loodrecht. Ja, een raaklijn, zo. En dan loodrecht op die raaklijn de normaal stippelen. En dan zie je dat het gezichtsveld veel groter is bij een bolle spiegel.